Op een mooie zondagmiddag staan wij hier op de Vijverberg bij de open dag van de Graafschap. Dat volgende week weer begint aan het nieuwe seizoen van de Keukenkampioen Divisie. Dit keer dus niet de Eredivisie. Heb je veel zin in een nieuw seizoen hier bij de Graafschap? Ja, absoluut. Mooie club met ambities. Die ambities draag ik ook. In die zin is het een prima match. Wat heeft je de keuze doen maken om dit jaar naar Graafschap te gaan? Nou, ik heb een gesprek gehad met Mike Snoeien en met Peter Hofstede. En ik ging weg bij Venne, dat was duidelijk. Er waren andere gesprekken heb ik ook gehad met clubs, maar het doel om gelijk te promoveren sprak mij heel erg aan en daarnaast is het gewoon een hele mooie club, vind ik. Vorig seizoen bij Sparta, nu bij Graafschap, voelt het als thuiskomen? Ja, zeker. Na een aantal jaren die ik hier heb gespeeld in de jeugd en het eerste, voelt het zeker als thuiskomen. Hey Ted, een tijdje uit de routine geweest. Wat was er precies aan de hand? Ja, klopt. Ik heb vorig jaar de ziekte van Vijver gehad en daardoor vorig jaar het laatste deel van de competitie gemist. En gelukkig weer in de voorbereiding weer fit geraakt. En als het goed is ben ik er nu vanaf. Dus op tijd fit voor de start van het nieuwe seizoen. Verwacht je dit seizoen ook weer veel goals te gaan maken? Ja, ik verwacht gewoon sowieso dat ons team goed gaan presteren. En als we dat doen, dan komen mijn goals vanzelf. Dus ik pin me daar niet zo heel erg op vast. Maar ik ga natuurlijk wel zoveel mogelijk doelpunten proberen te maken. Verwacht je ook een basisplek hier in het team? Ja, dat is aan de trainer. Ik doe gewoon stinkend mijn best. Ik kon gewoon alles spelen, daarvoor ben ik hier gekomen. En Graafschap gaat dit seizoen weer promoveren? Daar gaan we alles voor doen om te promoveren, dat is wel de doelstelling. Van structuur, het is een man met humor, het is een man die heel direct is, weet wat hij wil en die direct een doelstelling durft uit te spreken. En die doelstelling is, wij willen gewoon promoveren, terug naar die Eredivisie. Geef hem een applaus, onze nieuwe trainer Mike Snoei. Ja, ik zeg, humor heeft hij. Heb je ook vertrouwen in Mike Snoei om Graafschap dit seizoen weer naar de Eredivisie te helpen? Ja, daar ga ik wel vanuit, ja. Wie is de grootste diva in jullie team? Diva? Roland Baas, denk ik. Waarom? Ja, hij heeft altijd goede klok om, goede merkkleding, dus daarom. Grootste diva? Tutorima. Ja, we hebben niet echt diva's hoor. We hebben niet echt diva's. Iedereen is gewoon zichzelf, iedereen is normaal. En we doen dit gek genoeg. En wie is dan misschien de grootste zwalbekoning bij jullie in het team? Wie duikt zeer snel in een actie? Wie snel duikt? Tutorima, denk ik. Nee, ik weet niet. Ja, ik zou het echt niet weten. En heb je veel vertrouwen in het seizoen weer promoveren? Ja, ik heb zeker veel vertrouwen. Ik denk dat we onze selectie redelijk vroeg, grootste gedeelte redelijk vroeg rond hebben. Een paar goede versterkingen erbij. Een aantal jongens die gebleven zijn, die denk ik ook vorig jaar wel veel gespeeld hebben. Dus ik denk dat we al met al weer een goede selectie bij elkaar hebben. Dus ik heb er zeker vertrouwen in. Hoop je nog op wat versterkingen voor dit seizoen in het team? Nee, ik denk dat we het zo compleet zijn, denk ik. En volgend jaar dus gewoon weer Eredivisie als het aan jou ligt? Ja, precies. Gaan we zeker voor. En is er misschien wel een zwalbekoning of zo? Iemand die snel gaat liggen? Nou, dat valt wel mee hoor. Hier bij de Graafschap is iedereen gewoon normaal. Iedereen is zichzelf. En zoals ik zeg, we doen niet te gek. We maken geen gekke zwalbes. We trainen hard. Youssef, waar jij blij? Waarom dan precies? Nou, iedere keer als ik op de training iets raak, dan blijft hij heel lang liggen en wordt hij boos. En misschien nog een verborgen talent in de selectie? Iemand die wel veel potentie in ziet? Jody Thomas, ik kan goed zingen. Goed zingen? Ja, dat is ook een verwacht alleen. Ja, echt een kroegentijger, denk ik.